stukje terug op de site staat een bullet journal. En daar ben ik nog steeds erg enthousiast over. Maar de modeskin is meer een soort waar ik mee werk. En met mij, andere mensen ook, die bijvoorbeeld niet al die agenda's willen bijhouden, die niet met het worstje willen klooien, maar die gewoon wel aantekeningen willen maken, niet in een, op hun telefoontje, maar echt gewoon wel op papier, zodat ze een beetje kunnen doodelen, kunnen nadenken. De modeskin is daar natuurlijk sinds, weet ik veel, 1800 zoveel, met allerlei beroemde mensen die dat ding gehad hebben, is echt wel een klassiek boekje. En wat ik altijd doe, ik probeer altijd mijn passie voor dingen te combineren met mijn modeskin. Zo heb ik een keer een Super Mario modeskin gehad, ik heb een, Rolling Stones modeskin gehad. En deze Barbie modeskin is ook weer zo'n perfecte combinatie tussen iets wat je cool vindt, vond vroeger, nu, toen je klein was. Mooi roze. En gewoon die handige journal waar je gewoon lekker dingen in kan opschrijven, lekker kan doodelen. Dus perfecte boekje als je niet helemaal elke week heel mooi met kleurenpennen en verschillende kleurtjes pennen en alles bijhouden, maar gewoon lekker wil brainstormen. Daarvoor is deze modeskin perfect.